Welkom bij dit webinar over een tweetal belangrijke onderwerpen. In de eerste plaats is dat de fiscale eenheid, het fiscale eenheidsregime, dat zeg maar onder druk is komen te staan door jurisprudentie van het Hof van Justitie. En in de tweede plaats heeft staatssecretaris Snel afgelopen vrijdag een belangrijke brief gepubliceerd over het bestrijden van het ontgaan en ontwijken van belastingen en in meer algemeen zijn fiscale beleidspakket voor het kabinet. We gaan dit met z'n tweeën doen. In de eerste plaats Corina van Lindonk aan mijn linkerzijde, verbonden aan M&A in Amsterdam. En ikzelf ga het andere deel doen. We hebben het programma als volgt opgezet. In de eerste plaats ga ik een korte inleiding geven over de ontstaansgeschiedenis zeg maar, van het arrest van 22 februari. Dan gaat Corina verder in op de ontwikkelingen die zeg maar, zijn aangekondigd door de staatssecretaris als reactie op dat arrest. En vervolgens kom ik weer terug en dan ga ik wat vertellen over de fiscale beleidsagenda, zoals ik die al aankondigde, van 23 februari. Goed, nou dan eerst maar eens naar de fiscale eenheid die ik wil gaan inleiden en wat daar nu zeg maar is gebeurd. De fiscale eenheid is in Nederland natuurlijk een buitengewoon belangrijk instrument in de vennootschapsbelasting. Overigens ook in de omzetbelasting, maar daar hebben we het in dit verband niet op. En die fiscale eenheid die staat al een aantal jaren onder druk doordat het Hof van Justitie diverse uitspraken heeft gedaan of die fiscale eenheid in Nederland niet in strijd zou zijn met het Europese recht. Overigens is dat geen zaak die beperkt is tot Nederland. U ziet hier het scherm met een aantal arresten die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd. En in die arresten zien we eigenlijk steeds dat groepsregelingen, want dat is natuurlijk een fiscale eenheid, nogal eens in strijd zijn met het Europese recht, omdat ze vaak beperkt zijn tot binnenlandse verhoudingen. En het Hof van Justitie zegt dat dat in de regel niet zal kunnen, althans in een aantal gevallen. We zien inmiddels wel een aardige lijn in de jurisprudentie, die uiteindelijk dus is uitgemond in het arrest van 22 februari. Wat overigens denk ik niet alleen van betekenis is voor de Nederlandse situatie, maar ook voor andere landen die groepsregelingen hebben. Nou, als we even terugkijken in de tijd, dan ziet u dat het begonnen is met het Marks & Spencer arrest. Dat ging over een Engelse fiscale eenheid en daarbij zie je dat die fiscale eenheid niet grensoverschrijdend hoeft te worden toegestaan, tenzij verliezen uiteindelijk niet meer zeg maar compensabel zouden zijn. En de gedachte van het Hof van Justitie om daar die fiscale eenheid niet grensoverschrijdend toe te staan is in principe dat de regel is dat winsten en verliezen zoveel mogelijk in aanmerking moeten worden genomen in het land waar ze zeg maar ontstaan. En die hoeven niet overgeheveld te worden naar het thuisland zeg maar van de fiscale eenheid. Nou, dat zien we niet alleen in het Marks & Spencer arrest, dat zien we ook in het arrest X Holding, een Nederlandse zaak die u ook ziet staan, die dateert uit 2010. Daarnaast zien we een aantal arresten ontstaan waar het Hof van Justitie van heeft gezegd dat de fiscale eenheidsregeling of groepsregelingen wel in strijd zijn met het Europese recht. En dat zijn dan vooral zaken waarbij het eigenlijk alleen maar gaat om winsten en verliezen die tegen elkaar worden afgezet, die in eenzelfde land ontstaan. En de eerste arrest daarvan is het Papillon-arrest, een Franse zaak die over het Franse fiscale eenheidsregime gaat. Nou, die hebben we ook in Nederland gezien. Nu ziet u ook die op het scherm staan. Dat is die SCA Group Holding jurisprudentie. En daar zien we eigenlijk precies hetzelfde. Dus hoe gauw resultaten, zeg maar, positief en negatief in één land ontstaan, dan is er geen reden om die fiscale eenheid in grensoverschrijdende situaties te blokkeren. Nou, dat was eigenlijk de jurisprudentie die we, zeg maar, tot redelijk voor kort kende, tot het Hof van Justitie een hele nieuwe weg is geslagen met het Groep Steria-arrest. En dat Groep Steria-arrest betreft wederom de Franse wetgeving, de Franse fiscale eenheidwetgeving. En daar heeft men een weg ingeslagen die toch wel wat verrassend is en die we nu uiteindelijk terugzien in dat arrest wat 22 februari is geweest en wat dus direct van belang is voor de Nederlandse situatie. Kort gezegd heeft het Hof van Justitie daar de zogenoemde per element benadering in geïntroduceerd. En die per element benadering houdt eigenlijk in dat het Hof van Justitie zegt, ja, als je in binnenlandse verhoudingen een fiscale eenheid kunt vormen en daardoor valt een bepaalde nadelige regeling tussen de moeder en de dochter of tussen andere entiteiten van de fiscale eenheid weg, dat je dat dan ook moet toestaan in grensoverschrijdende situaties. Dus dan zal je eigenlijk ook een grensoverschrijdende fiscale eenheid moeten toestaan. Nou, en dat doen wij in Nederland niet. En in die Franse zaak, die Coopsteria-zaak, was dat ook niet het geval. En daarvan zegt het Hof van Justitie, dat is dus in strijd met dat EU-recht. Dus daar moet je dan wat aan doen. Je moet die beide gevallen grensoverschrijdend en binnenlandse situaties gelijk behandelen.
Nou, dat is een enorme ingreep in het fiscale eenheidssysteem in Nederland. Maar ik denk eerlijk gezegd ook dat het voor andere landen van groot belang is. Waarom? Omdat je ziet dat in het algemeen het zo is dat die jurisprudentie van het Hof van Justitie zich niet erg bekommert over de aard en de vormgeving van die fiscale eenheid. En we hebben jurisprudentie gezien over het Finse systeem, dat is die OIE-SAP-zaak. We hebben de jurisprudentie van Marks & Spencer uit Engeland gezien. We hebben die Franse zaak gezien. En we hebben nu ook de Nederlandse zaken gezien. En in al die jurisprudentie maakt het Hof van Justitie eigenlijk geen onderscheid naar de aard en de vormgeving van die fiscale eenheid. Dus men kijkt heel specifiek naar de vraag of er een belemmering in zit. En dat betekent ook dat als we naar alternatieven gaan kijken, straks hoe moeten we dat op gaan lossen op langere termijn, dat je niet kunt zeggen, denk ik, dat bijvoorbeeld een Engels systeem of een Frans systeem zou werken, want ook daarvan weten we dat het Hof van Justitie daar moeilijk over doet. Nou, als we nu naar het dat corruptsteria-arrest kijken, dan zien we dat gelijk toen dat geweest is, we als Deloitte een inventarisatie hebben gemaakt van regelingen die mogelijk in strijd zijn met die jurisprudentie. U ziet hier die regelingen staan, die zal ik nu niet doornemen, omdat een belangrijk deel daarvan zo meteen terugkomt in de inleiding van Corinna van Lindonk. Maar u ziet, als u dat snel kunt doorkijken, dat heel veel regelingen die hier staan straks inderdaad bij haar tegenkomt, omdat die daadwerkelijk strijdig zijn volgens het ministerie met per element benadering. Nou, als we kijken naar de arresten X en X, dan heb ik ze hier kort voor u samengevat. Het ging in feite over een tweetal zaken. In de eerste plaats over een winstdrainage-aangelegenheid, dat is het bovenste arrest. En in de tweede plaats over een valuta-aangelegenheid. En die valuta-aangelegenheid betrof de deelnemingsvrijstellingen, met name of een valutaverlies in aanmerking mag worden genomen of moet worden genomen in grensoverschrijdende situaties. Nou, even om bij dat laatste arrest te beginnen, dat tweede arrest, daar heeft Nederland gelijk gekregen. Dus daar doet zich geen probleem voor ten aanzien van de fiscale eenheid. En kort gezegd, u ziet de overwegingen daarop op de slide staan, kort gezegd komt dat erop neer dat men zegt, ja, in binnenlandse verhoudingen kun je eigenlijk geen valuta-resultaten hebben, geen verliezen en geen winsten, dus dan heb je geen gelijke situatie, dus dan doet zich in feite ook geen belemmering voor. Bovendien, zegt het Hof van Justitie ook nog, er is een evenwichtige situatie in die zin dat verliezen niet in aanmerking worden genomen, maar valuta-winsten ook niet in aanmerking worden genomen, dus een coherent systeem. En dat vond het Hof van Justitie dus in die zaak voldoende om te zeggen dat het Nederlandse systeem daar niet mee in strijd is met dat EU-recht. Maar dat ligt dus anders bij die bovenste zaak. Daar ging het om een winstdrainage-aangelegenheid, een artikel 10a, kwestie 10a wet VPB, waarbij het Hof van Justitie in feite zegt, ja, hier hebben we te maken met een belemmering, want we zien uitdrukkelijk dat grensoverschrijdende situaties de renteaftrek, beperking die zeg maar zit in artikel 10a, toepast en in binnenlandse situaties ten gevolge van het bestaan van de fiscale eenheid die renteaftrekbeperking er niet is. En dat is een voldoende zeg maar belemmering om regeling in strijd te achten met het Europese recht. Dan ben je er overigens nog niet, want dan moet je vervolgens kijken of er een rechtvaardigingsgrond is. En die rechtvaardigingsgrond, die ziet het Hof van Justitie niet. Er worden 3 rechtvaardigingsgronden aangevoerd door Nederland. U ziet ze ook staan. De verdeling van de heffingsbevoegdheid, nou dat is typisch een geval wat we ook eerder in de jurisprudentie van het Hof van Justitie hebben gezien. Die verwerpt het Hof van Justitie omdat hij zegt dat is hier helemaal niet aan de orde. Dat was wel in die andere zeg maar fiscale eenheidszaken uit het verleden aan de orde, maar dat is niet bij die per element benadering aan de orde. Dus dat werd verworpen. Het tweede element was de coherentie. Nou, er is helemaal geen coherentie-argument in deze 10a-regeling. Dus daar was men snel mee klaar. Ook al omdat Nederland daar geen goed argument eigenlijk voor had. En het derde punt was het tegengaan van belastingontwijking, van ontduiking. En daarvan zei het Hof van Justitie, ja, dat kan inderdaad wel een reden zijn om 10a zeg maar, te hebben. Maar dan moet je hem inderdaad ook in binnenlandse en grensoverschrijdende situaties toepassen. En dat gebeurt hier nou juist niet. Dus ook daar is er geen reden om dat als rechtvaardigingsgrond aan te merken.
Dus daar zit dan met name het probleem waar wij nu mee te maken hebben. Want dat betekent dat je dus binnenlandse situaties en grensoverschrijdende situaties gelijk moet gaan behandelen. Nou, daar zitten we met een probleem. En dat probleem moet op korte termijn opgepakt worden. Dat gaat Corina zo meteen bespreken. Want dat zit in de spoedreparatiemaatregelen die de staatssecretaris al getroffen heeft. Toen op 25 oktober... de conclusie van de advocaat-generaal is genomen en daar al uit leek te kunnen worden afgeleid dat het zo zou aflopen. Maar we zitten ook nog met een plan op langere termijn, hè, want de vraag is, wil je met die spoedreparatiemaatregelen het zo houden of wil je zeg maar op langere termijn een oplossing bedenken? Nou, en daar wordt nu hard over gedacht, maar dat gaat ongetwijfeld nog 1 of 2 of misschien zelfs wel 3 jaar duren, afhankelijk hoe snel men daar uitkomt. En u ziet daar een aantal zeg maar, alternatieven staan die denkbaar zijn, waarbij we ons heel goed moeten realiseren dat het kijken naar buitenlandse regelingen dus vermoedelijk geen zin heeft, omdat we eerder al hebben gezien dat ook die eigenlijk steeds in strijd zijn geacht met dat EU-recht. Ik denk dat zelf dat de enige oplossing is om te komen met een systeem waarbij je inderdaad de buitenlandse, zeg maar, grensoverschrijdende fiscale eenheid toestaat met wat wij noemen een objectvrijstelling. Dus eigenlijk de derde variant die daarin zit. Goed, ik rond daarmee af en ik geef het woord aan Corina om aan te geven wat dat nou gaat betekenen, met name op de kortere termijn. Ja, dankjewel Peter. Ja, als gezegd door Peter is het dus zo dat we de grensoverschrijdende fiscale eenheid eigenlijk hetzelfde moeten behandelen als de Nederlandse situatie. En dat zou een dusdanige budgettaire derving met zich meebrengen. Dat is besloten eigenlijk al ten tijde van het uitkomen van de conclusie van de advocaat-generaal waaraan Peter refereerde, met een zogenoemde spoedmaatregel. En die spoedmaatregel die houdt dan eigenlijk in dat we het niet zo oplossen dat ook de grensoverschrijdende situaties hetzelfde worden behandeld als de nationale, maar dat gewoon bepaalde elementen uit die vennootschapsbelasting en ook de dividendbelasting, dat die ook in nationale situaties niet meer mogen worden toegepast binnen fiscale eenheid. Nou, dan gaat het eigenlijk om een aangekondigde spoedmaatregel. Het is dus nog geen wet. En inmiddels is in 22 februari, na het verschijnen van het arrest van het Europese Hof, is aangekondigd dat er een wetsvoorstel komt in het tweede kwartaal 2018, waarin dan die spoedmaatregel, waar we het zo over zullen gaan hebben, in de wet zal worden geïmplementeerd en dan met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017. Dus feitelijk is het eigenlijk al min of meer ingegaan. Formeel nog niet, maar materieel dan dus al wel. En om welke regelingen gaat het dan? Dus als gezegd, er zijn bepaalde regelingen die we dus binnen de nationale fiscale eenheid eigenlijk ook anders gaan behandelen. In die zin dat we net doen of er geen fiscale eenheid is. Dus er is weliswaar een fiscale eenheid binnen Nederland. Maar voor de toepassing van enkele maatregelen wordt de fiscale eenheid weggedacht. En wordt er dus eigenlijk gehandeld alsof de afzonderlijke maatschappijen ook allemaal afzonderlijk belastingplichtig zijn. Nou, welke regelingen zijn dat dan? Die staan op de slide. Dat gaat met name dan om renteaftrekbeperkingen, een regeling in de deelnemingsvrijstelling over de beleggingsdeelneming, een regeling in de dooruitdelingsfaciliteit bij de dividendbelasting en ook een regeling in het kader van tegengaan van de handel in verliezen. Nou, voor de praktijk is de inschatting dat met name de renteaftrekbeperkingen die worden genoemd, dus artikel 10a en artikel 13l, en de regeling in zaken de handel in verliesvennootschappen impact zullen gaan hebben. Dus daar zal ik dan de komende kwartier op inzoomen. Wat we hier zien, dat is eigenlijk de casus uit het arrest. Er wordt een lening verstrekt aan de moedermaatschappij van een fiscale eenheid, die daarmee binnen fiscale eenheid, in het arrest was het uiteraard geen kapitaalstorting binnen fiscale eenheid, maar een kapitaalstorting aan een Italiaanse vennootschap. Maar hier is dan de kapitaalstorting binnen fiscale eenheid. En wat is dan het grote verschil met de casus uit het arrest? Dat in de nationale verhouding zien wij hier dus een lening de fiscale eenheid binnenkomen en die kapitaalstorting is door het bestaan van die fiscale eenheid niet zichtbaar. Daarmee is de besmette rechtshandeling voor artikel 10a niet zichtbaar en daarmee is ook de lening die door de groepsmaatschappij wordt verstrekt geen besmette geldlening.
Op het moment dat die dochtermaatschappij niet in de fiscale eenheid zit, zien we de kapitaalstorting wel en is de lening wel een besmette geldlening en daarmee staat de renteaftrek dus onder druk. Nou, dat moeten we nu ook gaan toepassen binnen de nationale fiscale eenheid. Dat betekent dat in dit plaatje we te maken krijgen met een situatie waarin de groepsmaatschappij een lening heeft verstrekt aan de Nederlandse moedermaatschappij, die daarmee dan ook een besmette rechtshandeling heeft gefinancierd. En daarmee is artikel 10a wel van toepassing en daarmee staat dus de renteaftrek op deze geldlening onder druk. Het feit dat uiteindelijk helemaal geen sprake is van winstdrainage, omdat uiteindelijk vanuit de fiscale eenheid ook weer een lening wordt verstrekt waarmee belastbare baten worden gegenereerd, doet daaraan niet af. Dat betekent dus dat op het moment dat in deze casus de renteaftrek wordt geschrapt, de belastingplichtige zich geconfronteerd ziet met een belastbare baten uit de ontvangen geldlening, dus de rentebaten uit de verstrekte geldlening, en een niet aftrekbare rente op de opgenomen geldlening. En dat betekent dus een VPB tax cash out. Als we nou gaan kijken naar deze casus, dan moeten we dus ook weer zelfstandig gaan bekijken. Moeten we hier wellicht iets met de tegenbewijsregeling? Kunnen we hier wellicht iets met de tegenbewijsregeling? Ja, dat hangt er dan vanaf. Is de lening zakelijk? Is de transactie zakelijk? Als die lening uiteindelijk afkomstig is van een derde, ja, dan was het aanvankelijk, en dat weten we sinds het Credit Suisse arrest, was aanvankelijk altijd voldaan aan de dubbele zakelijkheid. Dus was eigenlijk het probleem opgelost. Maar die wet is met ingang van 1 januari 2018 is dat ook aangepast. Is dat arrest eigenlijk niet meer van toepassing en moeten we zelfstandig de besmette rechtshandeling gaan toetsen. Dus vanaf 1 januari 2018 zou je ook met een uiteindelijke externe financiering hier tegen de renteaftrekbeperking aanlopen. Nou, met name in US-situaties komt deze structuur veelvuldig voor. En het probleem daarbij is dan niet alleen dat er een besmette rechtshandeling is, maar dat er ook heel vaak een hybride mismatch zit op de geldlening. En daarmee zal de zakelijkheid van de geldlening, dus in het kader van de tegenbewijsregeling, best een hele lastige zijn. Wat moet je dan doen? Ja, dan moet je de structuur opdoeken, want het risico dat je dus met een belaste baten en geen aftrekbare rente zit, is dan veel te groot. En dan lopen we tegen een ander probleem aan, namelijk het ontsmetten van een 10A-transactie. De uitgangspunt is dat dat niet mogelijk is. Dat betekent dus in beginsel dat je de lening zal moeten aflossen. Nou is er wel een tegemoetkoming in een besluit en wellicht dat daarmee ook nog iets kan worden gedaan, maar in beginsel zal je hier dus de transactie en de geldlening moeten terugdraaien, in ieder geval de besmette geldlening. We hebben nu een slide gezien, daarnet, van een besmette rechtshandeling binnen fiscale eenheid die door die per element benadering, of eigenlijk door de spoedreparatie, zichtbaar wordt. In deze slide gaat het om een andere casus. Dan gaat het namelijk om de situatie dat niet de rechtshandeling zich binnen fiscale eenheid afspeelt. Die vindt namelijk buiten fiscale eenheid plaats in het linkerplaatje. Maar de geldlening zit binnen fiscale eenheid. Nou, aanvankelijk was dat allemaal geen probleem. Die geldlening was niet zichtbaar, dus wij zagen helemaal geen 10A geldlening. Misschien wel een besmette rechtshandeling, maar in ieder geval niet gefinancierd met een groepslening. Ook daarvoor geldt nu, omdat we die fiscale eenheid moeten wegdenken, dat die geldlening zichtbaar wordt. En dat betekent dus dat deze geldlening binnen fiscale eenheid ineens een 10A-lening kan worden. En dat betekent dus dat feitelijk de renteaftrek bij de moedermaatschappij onder druk komt te staan, terwijl de rentebaten bij de dochter wel wordt belast. En zie goed, binnen fiscale eenheid vallen in de consolidatie de rentebaten en de rentelast tegen elkaar weg. En toch zal je dat dan in je aangifte moeten corrigeren. Datzelfde geldt in het rechterplaatje, waarbij zowel de geldlening als de besmette rechtshandeling binnen fiscale eenheid plaatsvinden. En we voorheen, dus tot 25 oktober, ons nergens druk over maakten. Ook dat is nu allemaal zichtbaar geworden. Uiteraard geldt dat er een mogelijkheid is van tegenbewijs. En ik zie met name in situaties waarin je een geldlening, dat de geldlening wordt verstrekt door een vennootschap die als zodanig in een overal profitable positie zit, zie ik niet zo'n probleem. Maar ja, als dat dan weer net een vennootschap is met compensabele verliezen, dan is de compenserende heffing niet zonder meer een gegeven en zal je dus weer moeten terugvallen op de zakelijkheid. Wat we in de praktijk ook wel eens zien, en dat wordt nog wel eens vergeten, dat in 10a staat ook genoemd dat als er een geldlening is gefinancierd uit een besmette rechtshandeling, ook artikel 10a van toepassing is. En dat soort dingen gaan nu dus ook spelen binnen fiscale eenheid, zoals staat op deze slide.
Wat hebben we hier? We hebben hier een situatie waarin een Nederlandse groepsmaatschappij, die niet is opgenomen in de fiscale eenheid, een dividend uitkeert aan een vennootschap binnen fiscale eenheid, die met die geldmiddelen een lening verstrekt. Nogmaals, met de fiscale eenheid tot 25 oktober was dit allemaal geen probleem, hoefden we hier niet naar te kijken. En nu is het ineens dat die geldlening die D1 aan D2 verstrekt, is ineens een 10A geldlening geworden. En moeten we wel gaan kijken of we wellicht tegen een renteaftrekbeperking aanlopen. Nogmaals, ook hier zou natuurlijk tegenbewijs weer ertoe kunnen leiden dat de rente toch gewoon aftrekbaar blijft. Een hele bijzondere casus is, wat we heel vaak in acquisitiestructuren ook wel zien, dat er een lening binnen de fiscale eenheid komt en dat die eerst binnen de fiscale eenheid door wordt geleend, alvorens daar de besmette rechtshandeling mee wordt gefinancierd. Dat kan zijn de acquisitie van een derde partij, maar dat kan natuurlijk ook zijn weer een kapitaalstorting. Aanvankelijk zagen we natuurlijk één lening, die kwam de fiscale eenheid in en daarop werd getoetst of er wel of niet sprake was van een renteaftrekbeperking. Het gekke is dat we nu door het wegdenken voor 10a van die fiscale eenheid, we twee leningen zien en dan gaat ineens deze casus een rol spelen. Dit is een situatie die is opgekomen tijdens de parlementaire behandeling, waarbij eigenlijk grof gezegd hier een Antilliaanse vennootschap een geldlening verstrekt aan een Nederlandse entiteit die de geldlening doorleent aan een Nederlandse entiteit die een besmette rechtshandeling financiert. En dan zie je dat de vraag is van ja, heb ik hier nou te maken met 10a, dus een besmette geldlening, dus een mogelijke renteaftrekbeperking bij zowel X als bij BVA, omdat de geldlening aan BVA direct verband houdt met een winstuitdeling en die van X indirect. En in de wet staat, rechtens dan wel in feite, direct of indirect. Nou, het antwoord was niet, en dat is teleurstellend natuurlijk, van nee, natuurlijk niet, want X die heeft in- en doorlenen, dus die heeft geen 10A en dat de 10A-transactie zit bij ABV. Nee, het antwoord was, ja, als X een doorgeefluik is, dan valt hij buiten 10A. Maar ja, als X dus geen doorgeefluik is, dan valt hij binnen 10A. Kortom, de mogelijkheid bestaat dat je op twee niveaus 10A hebt. En dat zie je dan dus weer terug in die voorgaande slide. En dan zal je dus op twee niveaus met tegenbewijs aannemelijk moeten maken of er wel of niet zakelijke overwegingen zijn, dan wel een compenserende heffing, geen onzakelijke omleiding van de geldlening en op die manier wellicht toch de renteaftrek overeind houden. Wat we in de praktijk ook wel zien is een situatie waarbij eerst met een lening een vennootschap wordt aangekocht en uiteindelijk via een zogenoemde debt pushdown de geldlening op het targetniveau wordt neergelegd. Nou, op het moment dat we dat doen, dan zie je dus eerst leningen de fiscale eenheid in. Ik kan me voorstellen dat een lening voor een acquisitie, dat nog wel zakelijk is. En uiteindelijk zie ik aan het eind van de rit een lening van een groepsmaatschappij aan een verbonden lichaam, namelijk de targetvennootschap hieronder, die met een dividenduitdeling ervoor zorgt dat de geldmiddelen de oorspronkelijke leningen kunnen worden afgelost. Nou, aanvankelijk hadden we hier ook geen probleem, want die dividenduitdeling was niet zichtbaar binnen fiscale eenheid, maar is nu ineens wel zichtbaar geworden. Dus ik heb nu een groepslening waarmee ik een dividend heb gefinancierd. En dat betekent dat ik in deze casus ineens de zakelijkheid van de dividenduitdeling aannemelijk moet maken. Nou, als dat uiteindelijk extern is gefinancierd, nogmaals, hadden we tot 1 januari 2018 hadden we geen probleem. Voldeden we zonder meer aan de dubbele zakelijkheid, zie Credit Suisse. En dat is dus per 1 januari 2018 door de wetgever om zeep geholpen. Wij zullen dus separaat de zakelijkheid van de dividenduitdeling aannemelijk moeten maken, wil de renteaftrek op de geldlening overeind blijven. Ervan uitgaande dat er geen compenserende heffing is. Nou, dat wat betreft 10a, een belangrijke renteaftrekbeperking. Een andere renteaftrekbeperking is de aftrekbeperking op basis van de zogenoemde deelnemingsrente. Daarin was eigenlijk in dit plaatje helemaal geen probleem tot 25 oktober 2011. Ik had weliswaar allerlei leningen aan de fiscale eenheid, maar ik zag geen deelnemingsrelaties. Want binnen fiscale eenheid bestaat in beginsel geen deelnemingsrelatie, heb ik geen deelnemingen, dus ik kan ook niet in aanmerking komen voor een beperking van de renteaftrek op deelnemingsrente. Nu, door het arrest van het Hof van Justitie en de aangekondigde spoedmaatregel moet ik artikel 13L, want daar hebben we het dan over, toch gaan bekijken alsof er dus geen fiscale eenheid is. Dat betekent dat ik dan in dit plaatje ineens te maken heb met een situatie waarin ik een moedermaatschappij heb met deelnemingen,
met geldleningen, dus tegen een mogelijke renteaftrekbeperking aanloop. En datzelfde geldt in dit plaatje voor D2. Nou, het goede nieuws is dat de franchise van 750.000 nu ook wel per entiteit gaat gelden. Dus dat zou wellicht dan een tegemoetkoming zijn. Maar in ieder geval moet ik dus in dit plaatje wel de 13L-positie per afzonderlijke entiteit gaan beoordelen. Wat ook een rol speelt is, dat staat niet in dit plaatje, maar als in deze fiscale eenheid er nog een buitenlandse deelneming of een niet gevoegde deelneming wordt gehouden door aanvankelijk D1, die intern wordt verhangen naar D3, zeiden wij tot 25 oktober 2011, ja, dat is een verhanging binnen dezelfde belastingplichtige, dus dat doet eigenlijk niks voor 13L. Dat is niet een zogenoemde interne reorganisatie. Dat betekent, de positie blijft hetzelfde. Ja, vanaf 25 oktober moet ik dan ineens constateren dat ik wel een interne reorganisatie heb. Dat ik dus wel in het verleden een verhanging heb gedaan die ineens eigenlijk vanaf 25 oktober zichtbaar is. En dat zou heel goed kunnen betekenen dat ik, doordat ik niet langer gebruik kan maken van de uitzondering die in de wet is opgenomen, dat ik toch terechtkom in het besluit deelnemingsrente en dat ik op die manier alsnog tegen een renteaftrekbeperking aanloop. Dus dat is gewoon een transactie die in het verleden heeft plaatsgevonden, die vanaf 25 oktober ineens een probleem op kan leveren in het kader van de rente die zichtbaar is nu binnen die fiscale eenheid. Nou, wat kan ook? Ik heb een casus waarbij ik een lening heb binnen fiscale eenheid. Nou, nogmaals, ja, die is door deze spoedmaatregel zichtbaar geworden. Dat kan een 10A-lening zijn. Het kan zijn dat ik hier aan het tegenbewijs voldoen. Het kan zijn dat ik zakelijkheid heb. Het kan zijn dat ik compenserende heffing heb. Het kan zijn dat ik hier te maken heb met een situatie waarin ik dus tegen de renteaftrekbeperking aanloop. En stel nou dat ik deze lening dan op een gegeven moment kapitaliseer. Er is overigens ook een brief vanuit Financiën die heeft aangegeven, nou ja, soms kan je door het kapitaliseren van leningen kan je de problemen van de spoedmaatregel oplossen. Ja, dat kan als het gaat om een lening de fiscale eenheid in, maar niet in deze casus. Want zie goed, op het moment dat ik deze lening kapitaliseer, dan doe ik een kapitaalstorting in een deelneming. Die deelneming is zichtbaar voor de toepassing van de deelnemingsrente. Dat betekent dat ik een verhoging krijg van de verkrijgingsprijs van mijn deelneming. En als ik nou die lening kapitaliseer buiten 12 maanden na verwerving van die buitenlandse vennootschap of die target vennootschap, ja, dan kan ik ook geen gebruik maken van de uitbreidingsinvestering, dus de tegemoetkoming in de wet. En dat betekent dat ik dus door een kapitalisatie van een geldlening een verhoging van een verkrijgingsprijs krijg voor de toepassing van 13L. Daarmee dus mogelijk een deelnemingsschuld creëer voor artikel 13L. Even ervan uitgaande dat er ook nog andere geldleningen in deze fiscale eenheid zitten. Dus dan heb ik misschien mijn 10A-probleem opgelost, maar dat heb ik dan direct weer ingeruild voor een artikel 13L-probleem. Dan ook nog eventjes bij 13L... Ik gaf al even aan, we hebben zo'n tegemoetkoming in de wet over uitbreidingsinvesteringen. We hebben ook nog een vorm van een tegemoetkoming in het besluit in zaken als het gaat om een interne reorganisatie. Dat toch een stuk van de verkrijgingsprijs van een deelneming buiten aanmerking wordt gelaten. Die tegemoetkoming die geldt niet op het moment dat ik te maken krijg met een situatie waarin eigenlijk aannemelijk is dat de enige reden waarom ik deelnemingen onder een Nederlandse vennootschap heb gehangen en dus geldleningen heb ingebracht in een Nederlandse vennootschap, is de renteaftrek. Nou, als we dan naar dit plaatje kijken, dan zie ik hier een houdster met twee deelnemingen en geldleningen. Op zich kan ik me heel goed voorstellen dat je hier een situatie hebt dat het logisch is dat we een Nederlandse houdster vennootschap hebben. Daar kan ook een aansturende functie in zitten. Dus de reden waarom deze deelnemingen onder deze houdster vennootschap hangen zal niet zonder meer zijn uitsluitend en alleen het aftrekken van rente. Maar als we dit plaatje een beetje gaan uitbreiden en daar in heel veel acquisitiestructuren zie je ook zo'n casuspositie. Dat er gewoon eerst bij een buitenlandse acquisitie, of een acquisitie door een buitenlandse groep of private equity investeerders, dat er een Nederlandse houdstervennootschap wordt opgericht. En dat die Nederlandse houdstervennootschap, die krijgt dan de verstrekte geldleningen. En die acquireert daarmee dan de Nederlandse fiscale eenheid. Dus eigenlijk in dit plaatje zit er nog een houdstervennootschap tussen.
Ja, en dan komt natuurlijk wel de grote vraag op, is dan die houtster vennootschap niet uitsluitend opgericht, of in ieder geval zijn deze fiscale eenheidsvennootschappen die zijn geacquireerd, is dat niet enkel en alleen gedaan vanwege toch het kunnen leggen van die rentelasten in Nederland? En zou je dan op die manier niet ineens tegen artikel 13L 6C aan kunnen lopen? Nou, kortom, een vraag. Ik heb daar ook niet altijd een antwoord op. Het is in ieder geval zo dat het een aandachtspunt is in veel acquisitiestructuren, waarin gewoon een enkele houtstervennootschap met geldleningen. Vast even toch een beetje vooruitblikkend op wat er dadelijk ook nog gaat komen. Met de earnings stripping wil ik ook vast eventjes aandacht voor vragen dat een lege houtstervennootschap met geldleningen naar de toekomst toe in het kader van een earnings stripping regeling is, gegeven het feit dat wij dus met een spoedreparatie zitten waarin we eigenlijk geen fiscale eenheid meer zichtbaar hebben, dan hebben we te maken met een vennootschap zonder EBIT en met rentelasten. En dan zal de renteaftrek dus eigenlijk nihil zijn. Dus daar zullen we sowieso in de toekomst naar moeten kijken. Nou, dan de laatste maatregel waar ik aandacht voor wil vragen is artikel 20a. Dus dat is de handel in verliesvennootschappen. Daar hebben we te maken met een situatie hier, een fiscale eenheid. We hebben een houtstervennootschap. Er zit een vastgoedvennootschap zit erin. Er zitten vennootschappen met winsten in en er zitten vennootschappen met verliezen in. In zijn totaliteit is dat gewoon een hele operationele belastingplichtige. Op het moment dat een hele operationele belastingplichtige tot 25 oktober 2017 werd overgedragen van de ene vennootschap naar een andere vennootschap en dan dus waarbij het ook het uiteindelijke belang zich een wijziging onderging, ja, dan had je eigenlijk geen last van 20a. 20a heb je eigenlijk last van op het moment dat er sprake is van een situatie van dat er een belangenwijziging is en dat er een situatie is waarbij er de activiteiten zijn ingekrompen of waarin er sprake is van beleggingen. Nou, dus daar had je helemaal geen last van. Maar nu moeten we door die spoedreparatiemaatregel moeten we deze fiscale eenheid wegdenken en moeten we al deze vennootschappen zelfstandig gaan beoordelen. Nou, op dat moment zie ik hier een plaatje als dat een verlies fiscale eenheid is met een vastgoedvennootschap. Als een vastgoedvennootschap verliezen heeft en zelfstandig wordt overgedragen, ja, zijn dat beleggingen en kan je je verliezen bij overdracht kwijtraken. Ik zie hier ook een verliesvennootschap. Als dan een verliesvennootschap is waarbij de activiteiten ook nog zijn ingekrompen, ja, dan zie ik ineens de overdracht van een vennootschap die toch door die overdracht de verliezen kwijt kan raken. Dus in zijn totaliteit weliswaar niet, maar door die zelfstandige benadering zal je nu al die vennootschappen zelfstandig moeten beoordelen of er al dan niet sprake is van het teniet gaan van verliezen. Wat het verhaal allemaal nog niet vertelt, en waarschijnlijk krijgen we dat natuurlijk bij het wetsvoorstel, is hoe we dan die verliezen moeten bekijken. Moeten we dat helemaal gaan zitten herrekenen? Want ja, in beginsel is er natuurlijk binnen de fiscale eenheid worden verliezen verrekend met winsten. Nou, op het moment dat ik geen verliezen binnen de fiscale eenheid heb, kom ik hier dan niet mee in aanraking? Of moet ik gewoon per vennootschap helemaal zelfstandig gaan zitten beoordelen of die, als die nooit onderdeel was geweest van de fiscale eenheid, verliezen had gehad? Ik verwacht het niet. Misschien hoop ik dat gewoon niet, omdat dat natuurlijk een enorme exercitie zou zijn. Maar daar moeten we allemaal nog duidelijkheid over krijgen. In ieder geval, in zoverre is wel duidelijk dat belangrijk is dat we alle fiscale eenheden waarin er posities zijn die we tot 25 oktober niet belangrijk vonden omdat die geen fiscale impact hebben, dat we die allemaal moeten gaan beoordelen om te kijken of daar niet toch door deze spoedreparatiemaatregel, hoewel het dus nog geen wet is, maar die verwachten we dan binnenkort, eigenlijk al de aandacht behoeven om te kijken of daar mogelijk een oplossing voor moet worden gevonden. Ja, dankjewel Corina. Het is helder dat deze problematiek ons behoorlijk wat hoofdbrekens gaat opleveren. En de zaak aanzienlijk complexer maakt dan we eigenlijk gewend waren. En dan te bedenken dat dat wellicht dan ook nog een tijdelijke aangelegenheid is, omdat het uiteindelijk toch gestreefd wordt naar een structurele aanpak van de fiscale eenheid, hoe die er dan ook mogen uitzien. Maar dat zal de gemoeder ook nog wel bezighouden. De staatssecretaris heeft een dag nadat het arrest X en X is gewezen een beleidsnotitie naar de Kamer gestuurd. Eigenlijk zelfs twee beleidsnotities.
De fiscale beleidsagenda, zoals die wordt aangeduid. Dat is het hoofdstuk, zeg maar, waar vijf thema's in zitten. En die ik zo meteen ga laten zien. En daar hoort bij een vrij uitgebreid pakket van maatregelen gericht op het bestrijden van het ontwijken en ontduiken van belastingen. Dat pakket borduurt vooral voor ook maatregelen die de EU en de OECD de afgelopen jaren aan het ontwikkelen zijn om die belastingontwijking te bestrijden. Er zit deels wat nieuws in, maar deels bouwt het ook wel voort op wat we in het regeerakkoord al hebben gezien. Nou, ik laat het hele pakket zien. Ik zal niet alle onderwerpen de revue laten passeren, want dat gaat niet lukken in het korte tijdsbestek wat we hebben. Maar de hoofdthema's die hoop ik in ieder geval de revue te laten passeren. Nou, eerst even naar die fiscale beleidsagenda. Die heeft een heel breed karakter. Die is niet typisch gericht op alleen zeg maar het ontwijken en ontduiken van belasting en het bestrijden daarvan. Maar die ziet op zeg maar, alle veranderingen en aanpassingen die de regering deze kabinetsperiode wil gaan doorvoeren. Zoals gezegd, grotendeels gebaseerd op het regeerakkoord. En men heeft dat ondergebracht in een vijftal zeg maar items die speerpunt moeten worden van het beleid. Je ziet ze hier staan. Aanpak belastingontwijking en tegengaan fraude. Daar kom ik zo meteen met nog wat aanvullende slides op terug. De lagere last op arbeid. Nou, dat is voor een belangrijk deel zit dat eigenlijk in de invoering van het twee-tarievenstelsel, de vlaktax, zoals we die inmiddels aanduiden, op basis van het regeerakkoord, omdat daar een lastenverlichting mee wordt gerealiseerd van 6 à 6,5 miljard euro. En daarnaast zitten daar ook nog wat andere maatregelen in. En die moeten die lagere last op arbeid gaan bewerkstelligen. Dat is een belangrijk thema, omdat de lastendruk op arbeid in Nederland extreem hoog is. Van de 250 à 260 miljard euro belastingen heffen we via arbeid 150 miljard. En daar moet wat aan gebeuren. Dus dat is een goede zet. Er zitten overigens geen nieuwe elementen in dit fiscale beleidspakket ten opzichte van het regeerakkoord. Dus het is hooguit hier en daar iets verder aangescherpt en ingevuld. Maar weinig concreet om daar nu al wat te doen. Dat zal moeten blijken in de wetsvoorstellen die daarop worden gebaseerd en die komen naar we mogen aannemen voor het eerst rond Prinsjesdag. Nou, het tweede punt, en dat hangt wel samen met het eerste punt wat op de slide staat, namelijk het samenhangen met die belastingontwijking, is dat men heeft gezegd, ja, we moeten het investeringsklimaat in Nederland verbeteren. Nou, dat is natuurlijk een uitstekende zet. En eigenlijk was de gedachte dat deze brief van 23 februari daar de nodige nieuwe initiatieven voor zou nemen, die zeg maar goed afgezet zouden kunnen worden tegen dat tegengaan van die belastingontwijking. En dus enerzijds belastingontwijking aanpakken, anderzijds Nederland aantrekkelijker maken in het kader van het investeringsklimaat. Maar wat dat betreft is de brief in mijn optiek nogal teleurstellend, want er gebeurt niet veel meer dan het herhalen van de elementen die in het regeerakkoord zijn opgenomen. Nou, het belangrijkste element daarvan weten we natuurlijk, dat is de verlaging van de tarief van de vennootschapsbelasting tot 21 respectievelijk 16%. En dat is, en dat wordt daar mee genoemd, de afschaffing, althans de grotendeels afschaffing van de dividendbelasting, waarvan je kunt afvragen of dat nou inderdaad echt bijdraagt tot een verbeterd vestigingsklimaat. Maar andere maatregelen komen we daar niet in tegen. En dat zou eigenlijk wel wenselijk zijn. Ook al omdat men moet bedenken dat weliswaar de tarieven van de vennootschapsbelasting omlaag gaan, dat we weliswaar de dividendbelasting grotendeels afschaffen, maar dat tegelijkertijd de grondslag van de winstberekening, met de grondslag voor de vennootschapsbelasting, zodanig verbreed wordt dat die ongeveer evenveel oplevert als de voordelen die ik zojuist noemde, zeg maar, opleveren. Dus dat is eigenlijk een budgetair neutrale operatie. En ik denk dat het goed zou zijn als we nog wat meer in vestigingsfaciliteiten zouden stoppen, zeker nu we dat fiscale klimaat aan het aanscherpen zijn op het terrein van de belastingontwijking. Nou, verdere vergroening zit erin. Dat doet vooral op milieu- en energiebelasting, die de komende jaren stevig zullen gaan stijgen, zowel voor particulieren overigens als voor het bedrijfsleven. En een goede uitvoerbaarheid van de belastingheffing. Nou, dat zal vooral gericht zijn op de Belastingdienst zelf, vermoed ik, want daar is het meest mee te stellen. Goed, dan komen we terecht op de bestrijden van belastingontwijking. Daar zitten een aantal maatregelen in die vooral zeg maar ontleend zijn aan de ATAD-maatregelen.
de richtlijn die zich richt tegen het, belastingontwijking. Die is inmiddels aangenomen afgelopen jaar. Nederland heeft daar uiteraard ook jaren tegen gezegd. Dus die moet nu ook geïmplementeerd worden. In de jaren 2019-2020 moet dat gaan gebeuren. En maatregelen die zijn nu in die beleidsagenda wel iets zeg maar concreter geworden. In de eerste plaats zien we dat er een bronheffing wordt ingevoerd. De bronheffing op interest en royalty. Zij het dat die tezamen blijft bestaan met die afgeslankte dividendbelasting. Die zeg maar één pakket worden en die zich richten op het ontgaan van belastingen door zeg maar financieringstromen via Nederland te laten lopen. Nou, daarbuiten zullen die bronbelastingen verder geen rol spelen. In het algemeen is dat denk ik een goede maatregel die getroffen is, omdat je dan in ieder geval bewerkstelligt dat tenminste ergens wat belastingdruk op zit. Je ziet hier op de slide wel de voorwaarden, hè, waaronder zeg maar die bronbelasting worden ingevoerd. En die zijn nogal beperkend, maar het gaat er dan in ieder geval om dat zeg maar die stromen van dividend, interest en royalty gaan ofwel naar laagbelastende landen, waarbij het niet helemaal helder is wat zo'n laagbelastend land is. Dat moet nog nader worden ingevuld, maar ik schat in dat daar een tarief van ongeveer 10% voor gaat gelden. Of voor landen die op de zwarte lijst staan, zoals die EU die afgelopen najaar in december ook heeft gepubliceerd. Nou, die laatste, dat zijn er overigens niet veel. Daar begonnen we met 17, maar die zijn al heel snel zeg maar verminderd tot ongeveer 8 landen. En het zou me niet verbazen als die 8 landen er ook niet al te lang over doen om van die zwarte lijst af te komen en over te stappen naar de grijze lijst. Die grijze lijst is overigens wel vrij lang. Die bestaat zo momenteel uit ongeveer 50 landen. Nou, het kan zijn dat die bronheffing die we gaan invoeren niet zoveel effect heeft, omdat we een verdrag hebben met het desbetreffende land en op grond van het verdrag dan die bronheffing weer verlaagd moet worden. Ja, dan is het effect zeg maar eigenlijk niet heel. En daarom gaat men ook overwegen om te kijken of er zeg maar verdragsaanpassingen met die landen moeten gaan plaatsvinden, zodanig dat die percentages niet zeg maar worden verlaagd ten gevolge van het verdrag. Ik denk ook dat het erg meevalt. Met de meeste van die landen hebben we geen verdrag, dus dan is het probleem Ook afwezig. Nou, dan hebben we de ATAD-maatregelen. Ik noemde ze al even. De anti-ontwijkingsrichtlijn van de EU die moet worden geïmplementeerd. Twee haal ik er even uit. Dat is de earnings stripping regel waar Corine dat net ook al even over had. Waar de kern van is dat er niet meer dan 30% van de EBITDA als rente in aftrek mag worden gebracht op de winst. Waarbij die rente overigens wel een saldobedrag is van de ontvangen en de betaalde rente. Als die winst dus nul is, dan valt je hele rente weg. Ook dat kwam bij Corina natuurlijk al even aan de orde. En de maatregel heeft ook een wat ongelukkig effect. In die zin dat als de winsten hoog zijn, de rente natuurlijk ook hoog is. Maar als de winsten laag zijn, de renteaftrek dus ook laag is. En dat is eigenlijk economisch gesproken een onaantrekkelijk element van deze earnings stripping maatregel. Dat perspectief had men meestal beter voor een andere variant kunnen kiezen. Nou, binnen die earnings stripping maatregel laat de richtlijn enige ruimte over om daar invulling aan te geven. En wat je dan ziet gebeuren, en dat blijkt nu wel heel duidelijk uit die brief van afgelopen vrijdag, is dat de staatssecretaris ervoor kiest om dat beleid heel sterk aan te scherpen. Dat wil zeggen, de keuzes zo ongunstig voor het bedrijfsleven te maken en zo gunstig mogelijk voor de overheid. Waar blijkt dat uit? Nou, uit een aantal maatregelen, dat ziet je ook op de slide staan. In de eerste plaats door de franchise. En dat betekent het bedrag wat in ieder geval als rente in aftrek kan worden gebracht. Die was aanvankelijk, of is in de richtlijn gesteld op in principe 3 miljoen. Maar ja, een lidstaat heeft de mogelijkheid om dat sterker, om dat scherper te stellen. Om die zeg maar franchise te beperken. En dat heeft Nederland dus ook gedaan. Die gaat zeg maar naar 1 miljoen franchise toe. En dat is eigenlijk gedacht midden- en kleinbedrijf wat te beschermen. Maar die gaat daar dus relatief meer last van krijgen. Het tweede element waar de staatssecretaris niet voor kiest en wat voor het bedrijfsleven gunstig zou kunnen zijn, is dat men de groepsuitzondering, zoals die wel wordt genoemd, niet wenst op te nemen. En die groepsuitzondering die komt er kort gezegd op neer dat als de financieringsverhouding in de groep gunstiger is dan die van de individuele belastingplichtige die wordt beoordeeld, dat dan die groepsratio mag worden genomen. Nou, daar kiest men niet voor, dus men blijft echt gekoppeld zitten aan de individuele ratio.
van het desbetreffende bedrijf. En in de derde plaats zie je dan dat er geen eerbiedigende werking gaat plaatsvinden de bestaande regelingen. Even is gedacht, alles wat er bestaat, dat kan eerbiedigd worden, maar dat gaat men niet doen. Daar zitten altijd twee kanten aan. Enerzijds kun je zeggen, ja, je moet vertrouwen respecteren. En aan de andere kant kun je ook zeggen, je moet gelijke gevallen gelijk behandelen. Nou, men heeft uitdrukkelijk dus voor dat laatste gekozen. En tot slot komt er dan nog een specifieke regeling voor banken en verzekeraars, omdat die zeg maar wat ander regime hebben. Daar komt een minimumkapitaal vereiste. Nou, dat zijn dus op zich, heeft de staatssecretaris daar ingezet op de meest strakke variant van de earnings stripping maatregel. En dat betekent dat het aantal bedrijven dat door wordt getroffen natuurlijk ook groter zal zijn. Dan hebben we de Controlled Foreign Company regeling. Daar gaat het in feite om situaties waarbij zeg maar, laag belast inkomen in het buitenland zeg maar, bestaat in deelnemingsverhoudingen. En waarbij de gedachte is dat als dat te laag belast wordt, dat dan zeg maar, Nederland moet gaan bijheffen. Althans, als we het even toespitsen op de Nederlandse situatie. Nou, heel voorzichtig hebben wij momenteel natuurlijk in de deelnemingsverrekeningssystematiek zo'n regeling zitten. Maar die wordt nu ten gevolge van die CFC-wetgeving uitgebreid. En daar zit ook nog een variant in, of twee varianten waaruit een lidstaat kan kiezen. De variant A en de variant B, zoals die wel wordt genoemd. Te beginnen bij variant B, dat is eigenlijk een situatie waarbij men zegt, ja, we kijken of er reële zeg maar prijzen, waarderingen zijn toegepast. En als dat niet zo is, dan gaan we die corrigeren op basis van transfer pricing regels. De andere variant is in feite variant A. De variant A, daar heeft men voor gekozen, met name voor die situaties dat die inkomsten in dat desbetreffende land laag worden belast. U ziet op de slide de voorwaarden daar onder staan. Het gaat dan in de eerste plaats om rente, dividend royalties, die zijn we net natuurlijk ook al tegengekomen, en licenties, licentierechten, financial lease rechten, die dan daar laag belast worden, waarbij we momenteel niet weten wat dat laag belaste deel zeg maar is. Dat wil zeggen wat het percentage is wat daarbij zou moeten, maar ook daarvan verwacht ik zeg maar dat dan onder de 10% zou moeten komen te liggen. En zeg maar, daar komen substanseisen in, zeg maar, worden daar neergelegd ten aanzien van de activiteiten. En als het zeg maar, een normale onderneming is, dan is er natuurlijk geen reden om hier maatregelen te treffen. Maar als het zeg maar, lege entiteiten zijn, dan zou dat deze regeling van toepassing moeten zijn. En nou ja, om dat onderscheid te maken, worden de substanseisen zeg maar, toegevoegd die afgeleid zijn van welke we ook al de dividendbelasting afgelopen jaar hebben ingevoerd. En die we op diverse plekken elders in die notitie ook tegenkomen. Komt er in feite op neer dat er in ieder geval een loonsom zou moeten worden betaald van minimaal 100.000 euro, op jaarbasis uiteraard. En dat er voor 24 maanden kantoorruimte beschikbaar moet zijn. Die criteria die zie je eigenlijk door dat hele pakket wat de staatssecretaris afgelopen vrijdag heeft gepubliceerd, zeg maar, terugkomen. Nou, dan nog wat andere maatregelen die er zijn genomen. Je ziet de dienstverleningslichamen die in Nederland gevestigd zijn, daar worden de eisen voor aangescherpt. Waarbij hij niet erg concreet is op welke wijze dat nu precies gaat gebeuren. Dus daar zullen we het wetsvoorstel voor moeten afwachten. En dat geldt dan overigens ook voor internationale houtstervennootschappen die in Nederland gevestigd zijn. Nou, daarbij sluit aan dat tweede punt wat u ziet staan, de aanscherping van het substanscriterium in het algemeen. Dat geldt natuurlijk voor de brievenbusvennootschappen die men toch wat meer het land uit wil krijgen. En dat lukt natuurlijk ook al door die maatregel die ik net al aangaf, namelijk die heffing bij de bron op interest, royalties en dividenden. Nou, dan sla ik er eentje over of twee over. De mogelijke heroverweging van de zwarte lijstlanden, dat is natuurlijk nog een belangrijk punt. Verdragen die eventueel met die landen worden gesloten en ervan uitgaande dat die landen hun systeem niet aanpassen, daarvan zegt men eigenlijk ook op basis van een motie van het parlement dat daar geen verdragen meer zouden moeten worden bestaan of dat die zouden moeten worden aangepast. Nou, ik vermoed eigenlijk dat die resterende landen op die zwarte lijst niet zo heel lang meer zullen blijven bestaan en dat dit probleem zich dus wel oplost. Dan kom ik tot, als het goed is, het laatste plaatje waar nog wat maatregelen op staan. U ziet, ook die zeg maar, zijn ontleend met name aan het regeerakkoord en aan andere voorstellen die het vorige kabinet al heeft gedaan. Het UBO-register is daar een van de belangrijkste bij, denk ik.
En dat UBO-register, daar is de gedachte achter dat de ultimate beneficial owner getraceerd moet worden en in een register moet kunnen worden vastgelegd. En dat zijn in principe zeg maar degenen die een belang hebben bij een concern, het uiteindelijk belang van tenminste 25%. Dat is ook een Europese richtlijn en die had overigens vorig jaar, medio vorig jaar al ingevoerd moeten zijn. Maar daar moeten wij, en daar lopen we dus fors op achter, het wetsvoorstel zelfs nog voor indienen. Dat moet dus snel gebeuren en dat moet ook uiteindelijk, zou je zeggen, met terugwerkende kracht ingevoerd worden. Nou, een ander punt wat daar een rol bij of een belangrijk punt is, is dat het verschoningsrecht zeg maar wordt beperkt. En dat verschoningsrecht, dat betekent in feite voor fiscalisten dat de adviesdossiers niet hoeven te worden overlegd aan de fiscus. En daar wil men aan gaan sleutelen. En dat is wel een belangrijke ingreep, want dat betekent dat mogelijkerwijs, en we weten nog niet hoe ver dat gaat strekken, adviesdossiers, als de fiscus daarom vraagt, moeten worden overgelegd, terwijl dat nu niet zo is. Dan is een laatste puntje wat ik onder de aandacht breng, de CCTB. Hij staat helemaal onderaan op deze slide. Daarvan heeft het kabinet gezegd, daar willen we eigenlijk niet aan meewerken. Dat is een zeg maar winstbepalingssysteem binnen de EU met een generieke winstgrondslag. En dat levert voor Nederland te veel problemen op, met name op budgetair terrein. Dat zou vermoedelijk nogal een forse daling van de vennootschapsbelasting betekenen. Maar een ander punt is dat men vreest dat zo'n CCTB, die helemaal op Europees niveau wordt ingevuld, dat die een heel star systeem wordt en dat je bijna geen mogelijkheden hebt om die winstbepalingsregels te wijzigen in de toekomst, omdat je daarvoor de unanimiteit van alle landen nodig hebt. Nou, dan wilde ik het daarbij bij laten. Als u nog vragen hebt, dan kunt u of Corina benaderen of mij. U ziet hier de mailadressen staan. En ik dank u hierbij voor de aandacht en wens u succes, vooral met de problematiek van de fiscale eenheid. Dank u.